Rut, wat een prachtig vergezicht heb je hier. Een hele mooie link met het landschap. Geen hagen gebruikt in de achtertuin. Ja, dat klopt. Omdat de eigenaars ook van het vergezicht willen genieten, hebben we ook gekozen om het open te houden. Het zicht is ook heel mooi. Maar we hebben toch het zicht wel gebroken met meidoornhagen en met pruimenhaagjes. Het is een Prunus domestica belle de Louvain. Dus een kleine blauwe pruim. De eerste 2 à 3 jaar heb je daar eigenlijk weinig pruimen aan, maar na een jaar of 3 heb je toch een mooie oogst. Het worden eetbare pruimpjes. Ja, het zijn zeker en vast eetbare pruimen. Ik zie dat hier ook heel mooi grote bakken zijn gemaakt. Ja, dat klopt. Het zijn allemaal bakken met natuursteen. De eigenaar had vroeger een groothandel in natuursteen en wij hebben dan ook geprobeerd om veel van die materialen die zij nog hadden te gebruiken. Hier is het opnieuw geplant. Ik zie dat je santolina hebt gebruikt. Ja, dat klopt. In de winter zijn er een aantal kruiden bevroren en bij gevolg hebben wij nieuwe moeten planten, waaronder santolina, de heilige bloem. Dit is geen keukenkruid. Nee, het is eigenlijk echt een decoratieve plant. Er gaan nog mooie dikke struikjes worden en die zijn winter en zomer zijn die eigenlijk hetzelfde van kleur, waardoor je een heel mooi bed gaat krijgen. Die grijskleuren zijn echt zo een beetje zuiders, gaan heel mediterraan gevoel eigenlijk geven. Ginder vind ik ook mooi, hè? De bladplant eigenlijk. Dat is de Senecio of Brachyglottis, ook wel genoemd kruiskruid in het Nederlands. Zeer mooi van blad. En dat blijft zijn blad ook allemaal behouden dat in de winter? Dat blijft zijn blad behouden in de winter. Dat wordt vrij hoog op termijn, zelfs tot 1 meter hoog. En dat kun je mooi scheren in van die grote toeven of grote wolken. En dat is de curryplant? Ja, dat klopt. Dat is de Helichrysum italicum of de curryplant die heel erg naar curry ruikt, maar zeker niet de curry is die wij in de keuken gebruiken. Dus ze sluiten van kleur heel mooi met elkaar aan. Ja, dat klopt. Daarom dat we ze ook altijd combineren, omdat je dan heel mooie massieve krijgt in die grijze, mediterrane kleur. Zeg, hier in de voortuin staan ook 2 hele mooie oude bomen, 2 perenbomen. En die bloeien heel mooi nu, maar deze staat wel hoog, hè? Ja, dat klopt. We hebben het niveau in de voortuin veranderd omwille van de symmetrie in de voortuin. We wilden hier 2 gelijke vlakken krijgen. Die boom stond op het hogere niveau. We hebben die ook op het hogere niveau gelaten, maar we hebben daar rond alles uitgegraven. En bij gevolg hebben we daar een constructie rond moeten bouwen. Ik vind het heel fijn dat je hier inlandse eik gebruikt hebt. Want je ziet toch nog altijd vaak in tuinen dat het allemaal van dat tropisch hardhout is. Maar inlandse eik kan dus ook voor dit soort van constructies. Ja, dat kan zeker en vast. Je moet alleen opletten dat je dan dikke planken neemt van 5 centimeter minimum als dikte. Anders gaat het hout werken en barsten. Dus we hebben hier eigenlijk een constructie gebouwd met paaltjes, met kepers. Zeg, en wat heb je in de plantbak geplant? Want ik zie nu dat hier vooral narcissen in staat, maar er komt van alles nog tussenuit. Ja, eerst de narcissen, omdat nu die hebben veel licht nodig. Nu is de boom nog niet heel dicht. Maar binnenkort, als die vol blad is, gaat er veel meer schaduw zijn. En dan komen er hostas. Dus die ziet, hier zijn allemaal hostas die uitkomen. Schieten. Ja. Die kunnen dan meer de schaduw verdragen. En dan gaat heel de zomer het een bladerdijk van hostas zijn met witte of lila bloemen. We hebben hier nog een andere oplossing moeten zoeken om het niveauverschil op te lossen. Hier hebben we eigenlijk een muurtje gemetst in betonblokken. Dat was eigenlijk helemaal niet mooi, maar hier hebben we gewerkt met ligusterhagen, die 4 dik staat, waardoor je op termijn die muur helemaal niet meer gaat zien. Ja, want zou je die enkel zetten, dan blijf je tegen die muur aan kijken. Dan altijd moet je een heel zien. Mooie afgewerkte muur maken. Hè? Maar ik zie wel dat je aparte betonplaatjes hebt gebruikt. Ja, dat klopt. Dat zijn wirtsborduren. Dat is eigenlijk een betonnen afscheiding voor een dolomietverharding of een andere kiezelverharding, die van boven maar 1 centimeter breed is. En in de grond gaat die breder en die is ook gewapend, waardoor die heel stevig is. Ideaal omdat de kleur ook heel goed aansluit met de dolomiet. Ja, heel apart.